Het Rijn-Wouwpad tussen Nijmegen en Arnhem is de rest van de maand gedeeltelijk dicht. De kruising van het snelfietspad bij de Rijkerswoerdse straat wordt namelijk aangepakt. De afgelopen jaren gebeurden daar verschillende ongelukken omdat fietsers niet goed zichtbaar waren voor automobilisten. Het fietspad wordt nu een stukje verlegd, wat de zichtbaarheid moet vergroten. De afsluiting van het Rijn-Waalpad is tussen monument De Vleugel bij Elst en de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Op 29 juli zijn de werkzaamheden afgerond.